Bon dia en welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag 1 april, een nieuwe maand is begonnen. En het is vandaag zaterdag, het is niet zo ook heel mooi weer. Dus we hebben besloten om vandaag op pad te gaan. We moeten nog wat dingetjes kopen. We gaan bij Cookie Monster even een taartje halen of een lunch. Het draait weer allemaal om eten. Alles hier draait om eten, zon. Cocktails, eten, zon en cocktails. Nee, dat valt wel mee. Chocolate chip. Cookie Monsters. Homemade iced tea. En we hebben lekker een taartje besteld. Oeh, zin in. En het zit dus trouwens gewoon in de straat van de Hondus. Dat wisten we allebei niet. En heel toevallig waren we hier natuurlijk al in de area. Ik ga deze nu doen. Dat ernaast tegen. Wat is er? Niet hou je niet van. Oh. En jij wel. Ik wel, denk ik. Zeker. Dit had ik nog niet gefilmd, die lelijke wieldoppen. Die kroegjes worden wel heel snel oud. Ja. Omdat ze in de warmte liggen, was het niet koud. Ja. Ja, we hebben dus nog 2 cookie chip dingen meegenomen. Jongens, we hebben een dief in ons midden. Sjan en ik hebben van het weekend zijn we weer naar de Jamin geweest voor paaseitjes. En we kiezen er dan ieder 10. We mogen er dan iedere dag 1 na het eten als een soort foto'tje. Echt super gebalanceerd. Nou, wilde ik dus kijken. Gingen we kijken wat we allemaal nog hadden. En wat denk je? We hebben een oneven aantal. De schoonmaakster. We moeten weer terug, want ik heb 1 paaseit minder. We moeten sowieso nog paaseitjes halen voor paas. Wij gaan dit weekend paas vieren. Gaan we ook paaseitjes verstoppen, Sjan? Dat is mijn traditie. We hebben zuurpruim smaak. Oh ja, we hebben zuurpruim smaak. Weet je, niet die banaan of vee? Oh. Ja, dat klopt. Oh, dan hebben we die gepakt. Huh, maar we hadden toch ook zuurpruim? Huh? Hoe kan dat? Heb jij alleen zuurpruim? Pak je de zuurpruim ook weg? Ja, heeft ze er 3 opgegeten? Ik hoor er nog 7 te hebben en jij 6. Heeft ze er dan 3 opgegeten? 2 zuurpruim en 1 key lime pie. Oh. Nou, toch weer meemaak. Kom thuis. Staat dit ineens in de koelkast? Oh mijn god, wat lekker. Net al een stukje geproefd. En het is een Malteser cake fudge. Ja, heel machtig, maar wel grandioos, Jan. Ik ben trots. Ja, want het is vandaag alweer woensdag. Volgende week ga ik mevrouw naar het vliegveld brengen. En een week later ga ik. Jan is naar de kapper geweest. De auto is er helemaal schoon. En we gaan nu naar het restaurant, want het is natuurlijk weer donderdag. We hebben vandaag Soy 95. We hebben dat een maand geleden al gereserveerd. Laat je haar eens zien. Ja, daarmee kan ik wel naar Nederland, terwijl niemand weet dat ik kom. Ja, inderdaad. Ik kan het nu wel zeggen, want deze vlog komt toch pas over een maand uit. Dit staat al maanden vast. Jullie weten van niks. Ja, en ik kom een week later. Joehoe! Ook van de bovenkant. Wil je vast zitten aan de tafel? Ja, dit is wel goede shit, Jan. Ik ben gelijk high. Ik dacht dat het heet was, maar het is koud. Het is echt, echt wel heel lekker hoor. Ik wil eigenlijk nog een foto maken. Mag dat nog even liggen? Ja, maak maar. Jouw sier. We zijn weer thuis. En we
cocktails die we als laatste hadden, heeft hij gewoon aan ons aangesmeerd zonder te zeggen hoeveel het kostte. En toen kregen we de bon. Toen waren ze 30 gulden per stuk. Maar goed, we hebben ervan genoten. We hebben echt fucking lekker gegeten, serieus. Het was echt zo goed. Ja, dit was echt super. Aanrader. En nou is het bedtijd. Lang volgehouden, het is al 10 uur. En morgen is het een stranddag, want dan gaan we naar Brasboer. En ik heb gezegd in de laatste vlog dat we daar waarschijnlijk niet meer zo vaak zouden komen, omdat het zo duur was. Maar... Nou, we zijn even naar Blue Bay. We zouden namelijk naar het strand, maar dat is bewolkt. Maar we wilden stiekem even kijken naar deze huizen, want... Het is die. Ja. Oké, dus dat wordt waarschijnlijk ons nieuwe huis. En je ziet nu nog niet zo heel veel. En het zijn dus 4 appartementen in 1 zo'n blok, toch? Ja, en sommige zitten er 3. Hier zitten er 3. Want dat is een penthouse. Ja. Hierboven dus. We gingen kijken waar de zon is. Dan kunnen we gelukkig zien dat hij nu daar staat. En of de zon dan wel echt goed op het balkon staat en op het zwembad. Want het zwembad komt dan daar waar die berg is, denk ik. En dan is dit het balkon. Ondertussen is onze hondenvriend ook weer terug. De vorige keer dat we er waren, was hij er niet. Leeft hij dus nog steeds op de plek waar we de puppy's hebben gevonden. Ja, het is vandaag Goede Vrijdag en dat is dus op Curaçao een officiële feestdag. Dus de meeste mensen zijn vrij. En gisteren was ook een bijzondere dag, want ik was op werk en daar doen ze op donderdag al een soort van heilige mis. En het bleek dus de 12 voeten wasdag te zijn. En dat betekent dan, worden dan 12 paar voeten gewassen. En dat laat dan zien dat Jezus niet boven iedereen staat. En ook gewoon dat hij dienstbaar kan zijn. Ja, dat was het. Het staat dus voor gelijkheid. En dat is hier soms nog wel even ver te zoeken. Yeah. Vrolijk Pasen. Het is vandaag zaterdag. Brunch. Oh, het is zondag. Oh, wat is... Ja, de tijd gaat zo snel. We hebben broodjes en stol en ei. En er zitten nog allemaal croissantjes met dingetjes in de oven. Kijken hoe het daarmee gaat. Ja, die zijn wel klaar hoor. Oh, jezus, ja. En we hebben hier nog lekker. What the fuck, waar ligt dit in? Ei. Dat heb je dus zelf gedaan. Oh nee! Nee, ze is er al! Grapje, grapje! Hartelijk! Ja, ik heb de eitjes nog niet verstopt. Je bent... Het staat er niet helemaal op. Nee, maar dat komt dat hij ook zo is gemaakt. Ja. Dat vind ik al sowieso niks. Wat zeg jij over mijn foto? Nee, niks! Jean gaat goed hoor, Anouk. Shit, hé! Niet alleen laag of in het midden kijken, maar ook omhoog. Dat ja, is ook de kant. Daarom heb jij nu al heel veel anderen gevonden. Ja. Hoeveel jij bent op ieder geval veel al? Niet weg. Oh, kom hier in. Oh. Nee, ik hou echt niet van verliezen. Ja, je hebt toch verloren. Nou, we hebben weer een creatie gemaakt. Een borrelplank. Quesadillas, hamburgers, ragout, kaashapjes, lumpia, pita broodje met kebab, halloumi, zalmwrap, zalmcroissant en croissant met knakworst. Een hele lekkere guacamole. Ben je er klaar voor? Ja, moet wel hè. Doei! There she goes. Nou guys, het is vandaag donderdag. En ik heb net dus deze lens gekocht. Ik heb deze tweedehands gekocht van iemand op Curaçao. En hij is een stuk kleiner, dus het is ook makkelijker bewegen en mee te nemen. Maar het is vooral voor mijn fotografieprojectje, want ik wil namelijk huizen gaan fotograferen.
Dus daar moet ik even mee oefenen. Ja, goeie avond allemaal. Ik film nu mijn laatste avondje hier in huis voordat ik naar Nederland vertrek. En eigenlijk is het wel snel gegaan deze week. Ik moest gewoon werken natuurlijk. Ik heb nog even lekker een kleurtje opgedaan, want ik kan niet wit naar Nederland komen natuurlijk. En morgen nog een ochtendje werken en dan ga ik 's avonds naar Nederland. En heb ik voor de rest nog iets nuttigs te vertellen? Nou, dat de auto eindelijk een nieuwe uitlaat heeft. Dus je hoort hem niet meer en hij rijdt echt wel als een zonnetje. Bon tardi. Ik ga zo vliegen. Ik ben lekker helemaal in het zwart. Met een chillbroek. Die heb ik altijd aan in het vliegen. En een trui voor als ik aankom. En dan word ik opgehaald door Anouk. Waarschijnlijk zien jullie mij op Schiphol of later. Doei. Ja, we zijn weer herenigd in Volendam Marina Park. De dag zit er inmiddels alweer op. Het is al donker. We hebben net gegeten bij Pieterman. Deze mooie bloemen gekregen. Even kijken hoe ver ik kan filmen. Kijk hoe rood mijn ogen zijn. Kijk dan. Het is vandaag helaas bewolkt en het is ijskoud. We doen ons winterjas aan, want we gaan naar Amsterdam om te winkelen. Daar heb ik zoveel zin in, al wekenlang. Onze telefoon was het om 10:30 vanmorgen 6 graden. Ze zeggen dat ik niet mag klagen, maar ik vind dat ik wel mag klagen, want het verschil van 30 naar 6 is nogal groot. Goedemorgen mensen, ik zit in de auto en Jeanne heeft een hele ochtend een assessment voor een eventuele nieuwe baan. Dus ik moet het huis uit, dus ik ga naar mijn zus in Purmerend en we gaan high ontbijten. Want het is vroeg, het is 8:30, nog niet eens. Daarna gaan we naar mijn moeder en naar mijn oma, dus het wordt weer een vol programma. Hey Lies, fotomodel. Hey Brownie. Eerst heb ik de banken gekocht. Toen het met zo'n oma's slippenhuis. Echt cool. Van vakantie gaan. Zo het eens zit is. Lekker peertjes mee. Wat een goeie. Ja. Oh ja. Toch? Ja. En maak jij het dan met rode wijn? Met rode wijn en met bessensap. Bessensap. En met suiker. Dat is goed. En met kaneel. Vanillesuiker. Goedemorgen jongens. Het is vandaag maandag en ik ben hier alweer 5 dagen. Vandaag is Jeanne naar de Efteling en ik ga vandaag naar de tandarts. Met mijn vader. Ik ga nog een uurtje bij mijn zus oppassen. En ik ga nog even langs mijn oma en dan nog bij een vriendin eten. Dus het is weer een drukke dag. Aron. Tjiek! Tjiek! Nou, ik ben weer thuis. Het is inmiddels donker. Het is 10:00. En van het filmen is weer eens niks terechtgekomen. Hey! Zeebaarsfilet. En wat heb jij? Ik heb gestoofde helmfilet. Oeh. En aardappeltjes. Smakelijk. Beetje smakelijk. Ja ja, we zijn er weer in Den Haag. En wij krijgen altijd een warm welkom in het hotel. Met lekker champagne. En lekkere macarons. Daar gaan we eens even lekker van genieten. En wij komen dus net van de kermis vandaan. We waren weer verslaafd geworden aan de pusher. Oh ja, nu alleen. Ja. Zo fucking hard. Ja. Proeven. Ja. Op de koning.
Thanks Jorik. Je bent de beste. Het Leonardo Hotel. Smakelijk. Ja, gisteren Koningsdag was super leuk in Amsterdam. Mede dankzij het lekkere weer. Ik heb lekker de hele dag in een t-shirt gelopen. Ja, veel springkussen. Veel springkussen. Dat is leuk. Poepie. Jij. Hoi. Nee. Maar waarom doe je dit? Filmen. Het is wel mijn broertje. Oh jongens. Het is inmiddels alweer mei. Maar ik realiseerde me dat ik de vlog nog niet heb afgesloten van april. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Op naar een nieuwe maand op Curaçao. Doei!